Dit is Zuidland, een dorp op het eiland Voorne-Putten. Een dorp zoals een dorp bedoeld is, met een kerk, een terrasje, rustige straatjes en een tatoeageshop. Hola, hola. Hallo daar. Hey, alles goed? Ja, hallo. Goed. Hey, Petje. Yes. Ik loop gelijk even naar de gang om mijn broek uit te doen. Ik had wat getekend voor je en wat opgezocht. Om deze dan wat verder uit te breiden, zou ik het mooier vinden om bij je kuit hier te gaan beginnen. En zo naar boven toe. Dit stuk nu te pakken. En misschien open lat. Nou nee, het gaat wel dicht, maar niet gelijk denk ik. Nee, kijk, okay. Kijk eens. Dat geef ik niet. Michelle gaat eigenlijk lekker dweilen. Misschien niet. Die op mijn kuit. Deze. Ja. Is mooi toch? Kijk, als je alles dan mooi bij elkaar legt. Wordt één geel. Eén mooi geel. Laat het mooi in elkaar overlopen. Rick Karsdorp komt speciaal voor 0181 van zijn woonplaats Schoonhoven naar Zuidland. Voor de kunsten van Patrick, maar ook voor de goede band die Rick met de tatoeëerder onderhoudt. En ook een tweetje erbij ergens? Nou. Die zou ik aan deze kant doen. Zullen we dat doen? Tuurlijk. Al je rugnummers erop. Ik kan hier de 9 laten. Het is zeker niet Rick zijn eerste tatoeage. Niet allemaal komen van de hand van Patrick, maar sinds de jonge voetballer de kunsten van 0181 heeft ontdekt, is Zuidland de place to be voor hem. Vandaag staat een uitbreiding van een tatoeage op zijn kuit op het programma. Ben je klaar voor, maat? Ja, toch. Here we go. Rick, hoeveel pijn ben je aan het lijden op dit moment? Nou, op dit moment valt het wel mee. Bij het begin deed het even pijn, maar hoe langer je zit, valt eigenlijk wel mee, alleen aan het einde dan gaat je lichaam wat tegenwerken, maar het valt wel mee. Ja, je komt uit de regio Schoonhoven. We zitten nu in Zuidland, studio van Patrick, 0181. Waarom kom je hier helemaal heen? Via Facebook ben ik in contact gekomen met Pat. En hij wou me graag tatoeëren en sindsdien ben ik hier. Mijn allereerste tatoeage was een kruis op mijn rug. En, daarna ben ik mijn arm gaan doen. Ik had een pigmentvlek op mijn arm. Daar ben ik overheen gaan tatoeëren. En elke keer weer lager, lager, lager. En toen heel mijn arm vol. Is het een verslaving? Ja, het is een verslaving, hè? Ja, het is een verslaving. Ja. Hebben ze allemaal een betekenis of doe je het ook vooral omdat het mooi is? Nou, je bent erover aan het nadenken. Tuurlijk wil je eigenlijk een betekenis. Of wil je eigenlijk wel dat het op je lichaam staat en dat het ergens voor staat. Maar als je er zoveel hebt, dan is het op een gegeven moment geen betekenis meer. Ja, maar bijvoorbeeld nummer 28. Nee, het was 26. Of 26, ja. Sorry. 2 weken voordat je nummer 2 kreeg. Hè? Nee, en dat was eigenlijk het idee van Pat. Hij zei tegen mij, is het toch je debuutnummer? En of je nou volgend jaar een ander rugnummer krijgt of niet. Het is eigenlijk wel mooi. Je bent gedebuteerd bij Feyenoord en met nummer 26, waarom zou je die niet tatoeëren? En toen heeft hij hem er uiteindelijk opgezet. Ja, want het zal voor altijd ook een bijzonder nummer blijven, denk ik. Ja, en bij het begin was ik ook aan het twijfelen van, zou ik dan wel nummer 2 nu gaan pakken? Niet alleen omdat ik het getatoeëerd heb, maar omdat ik het mooi vond dat ik onder dat nummer gedebuteerd heb. En uiteindelijk is het wel nummer 2 geworden, maar ik ben ook blij met 26 geweest. Je hebt ook teksten, wat zijn dat voor teksten? Ja, ik ben niet echt een jongen van teksten of diepe verhalen of wat dan ook. Maar als je zoveel tatoeages hebt, wil je wel eens nieuwe dingen of wil je wel eens andere dingen. En teksten vind ik dan op sommige momenten wel mooi. Ja, en je zegt sommige momenten, het is wel iets voor de rest van je leven. Dus ik neem aan dat je er ook goed over nadenkt, toch? Nou, het valt wel mee. Ik overleg gewoon met Pat en als ik iets mooi vind of als ik iets
iets wil hebben, dan moet het ook meteen. En het is meestal, tatoeëert hij het er gewoon op. Het is zijn lichaam, dus hij moet zelf bepalen wat erop komt. En ik kan hem daar wel een beetje mee helpen en stimuleren. Of zeggen van, dat kan je beter niet doen. Of dat in de loop der jaren wordt dat niet mooier erop. Of het is wel waar je elkaar een beetje scherp moet houden. Ja, want hij komt met heel veel ideeën die af en toe ook niet helemaal het juiste zijn. Denk jij? Nee, er komen ook wel eens dingen waar ik denk van begin daar maar niet aan, want dat is is geen goed idee. Dus dat raad ik hem dan wel af. En dan we komen er echt wel uit. We hebben veel mooie platen nog leggen die we eventueel nog kunnen gaan zetten. Dus. Hoe zit het met de pijngrens van Rick Astor? Hij kan aardig wat hebben, ja. Maar we zijn ook nog niet klaar, hè? Dus we kunnen nog even kijken hoe het dadelijk, als je misschien over een uurtje nog een keer de vraag stelt, dan zullen we daar beter antwoord op hebben. Hoe lang lig je hier nou gemiddeld op de stoel? De ene keer zet ik wat kleins, de andere keer zet ik wat groots. Dus het hangt er vanaf, maar hij is wel snel gelukkig. Ik heb wel eens tatoeëerders gehad die wat trager waren. En dat is ook geen pretje, maar... Nee, wat zou het gemiddeld zijn? 3-4 uur? Ben je iemand die ook namen of van je vriendin bijvoorbeeld op je zou tatoeëren? Nee, niet zozeer van mijn vriendin, maar mijn vader, dat heb ik in andere interviews aangegeven, hoe belangrijk die voor mij is geweest in mijn schoolperiode en eigenlijk mijn korte carrière nog. Hij is gewoon heel belangrijk voor me geweest, dus de datum, naam en hoofd die ik op mijn bovenbeen heb, dat is wel bijzonder en mijn broer heb ik dan ook. Ja, want dat is de mensen, je familie die heel erg naast je staan, heel belangrijk voor je zijn, die... Ja, die zijn heel belangrijk voor me geweest. En ik heb een tijdje geen contact gehad met mijn moeder. Die spreek ik nu ook sinds kort. En Patrick had doodskop als eerste bij mij gezet. Heb ik 1970 in laten zetten. Eigenlijk voor mijn moeder ook. Dat zij er ook eigenlijk wel bij hoort. Wat voor plannen heb je nog? Heel veel denk ik, of niet? Ik zeg wel eens voor de grap. Ik ga heel mijn lichaam vol tatoeëren. Maar een stukje voor stukje. En we kijken wel wat er aan het eind op gaat staan. Zijn het ook dingen waar je het in de kleedkamer over hebt? Want je bent overduidelijk niet de enige met een tatoeage in de selectie. Met Kenneth praat ik er best wel veel over. Kenneth zit er ook helemaal onder. En al laat ik het op een plek zetten waar hij ook al een tatoeage heeft. Dan praten we wel alsof het pijn doet. Of over andere dingen zou ik dit wel zetten. Maar verder praat ik er eigenlijk weinig over met jongens. Heb je er vertrouwen in dit seizoen? Ja, heel erg. We zien wat er is gekomen. We zijn er sterker op geworden. Je bent grote stappen aan het maken, heb ik het idee. Ja, vorig jaar hebben we ook veel gepraat erover. En dan geef ik wel eens aan dat ik verdedigend moeite heb. Of verdedigend kan het allemaal wat beter. Ik denk dat het een hele verbetering is met vorig seizoen. En aanvallend probeer ik wat extra's te brengen in de ploeg. En ik denk dat het wel aardig gaat. De concurrentie is daarmee ook hevig toegenomen. Doet dat jou goed? Ja, denk ik wel. Je blijft scherp op trainingen en tijdens wedstrijden. En hoe groter de selectie, denk ik, hoe beter, hoe meer mensen je kunnen opvangen als je er even niet bent. En verder houdt het je gewoon scherp. Wat doet dat vertrouwen van die nummer 2 en al die basisplekken nu achter elkaar met jou? Ja, ik werd gevraagd door Martin van Gilder om nummer 2 zeg maar aan te nemen. En uiteindelijk heb ik dat gedaan en dat is toch wel vertrouwen wat je krijgt van de club. Als je als 20-jarige de vaste rechtsback, of tenminste het nummer, kan krijgen. Dus dat heb ik aangepakt en dat is alleen maar mooi. Ben je van plan om ooit een tatoeage van Feyenoord ergens op je lichaam te zetten? Ik heb tegen mijn vader gezegd, tegen mijn broer, van als we kampioen worden bij Feyenoord, dan ben ik de eerste die een tatoeage zal zetten van Feyenoord. Ja. Ja? Heb je dan al een idee hoe dat eruit gaat zien? Nee, dan zal ik ook wel weer heel de week appen met Pat als we bijna kampioen zijn of als we kampioen zijn. Dus dat komt wel goed. Je ligt hier nog wel even. Ja, ik denk dat ik voorlopig hier nog wel lig, ja. Succes. Dankjewel.